Inderdaad, Annemarie Kruijzer van de Bolster. Ik ben ook zeer actief op dit onderwerp. En de reden daarvan is dat wij als biologische sector nu eigenlijk met een bedreiging komen, omdat eigenlijk wat wij altijd hebben gezegd, dat wij GMO-vrij zijn, dat is een van onze kernwaarden, dat nu in gevaar komt. En dat is de reden dat ik samen met de Bolster ook hier in actie kom. Volgende slide. Ja, eigenlijk wat dus de bedreiging is voor ons als biologische sector, is dat als de deregulering plaats gaat vinden, dat zonder etiketering is en zonder risicobeoordeling, of in ieder geval een versoepeling daarvan, met als grootste gevaar dat wij als biologische sector, waar wij altijd voor hebben gestaan, niet meer kunnen niet meer kunnen garanderen dat wij dus zonder GMO's zitten. En volgende slide. Eigenlijk in 2018 heeft het Europese Hof uitgesproken dat CRISPR-Cas ook onder GMO's vallen. En eigenlijk ja, dat waar wij al, waardoor wij als biologische sector dachten, oké, dat is mooi, dat is in ieder geval afgedekt, dan hebben wij daar ook geen discussie over. Alleen, helaas heeft de lobby het toch voor elkaar gekregen om daar aan gaan zagen. En moeten wij daar opeens ook van alles van vinden. En vooral ook zorgen dat wij ontzettend hard blijven roepen dat wij als biologische sector, dat niet binnen onze kernwaarden valt. Volgende slide alsjeblieft. Want een van onze zorgen die wij hebben als biologische sector is de afschaffing van het GMO-label. Wat nu in het voorgestelde wetsvoorstel staat, is dat de nieuwe technieken, dus waaronder CRISPR-Cas, niet hoeven te worden gelabeld. Waardoor het dus voor een consument niet meer zichtbaar is wat hij koopt. Maar niet alleen voor de consument, ook gewoon voor akkerbouwers of voor iedereen in de hele keten kan niet meer zien wat hij koopt en met wat voor techniek dat wel of niet is gemaakt. En daardoor is het nog lastiger voor bio om vrij te blijven als die hele etiketering er dus van afgaat. En het meest bijzondere is als je kijkt naar landen als Amerika, waar GMO al jaren wel toegestaan is, is dat je daar wel met een etiketteringsplicht zit. En hier in Europa, waar ze dus nu voor willen gaan, dat de hele afschaffing van het GMO-label eigenlijk op de planning staat. Dus dat je nog meer vogelvrij bent dan andere landen om ons hier op de aarde. En dat is natuurlijk gewoon een heel bizar verhaal als je daar even goed over na gaat denken. Volgende slide. En de tweede zorg die wij met elkaar hebben is de contaminatie en de coexistentie. Want in dit huidige voorstel worden wij als biologische sector niet beschermd tegen contaminatie. En moeten wij dus zelf, net als met de bestrijdingsmiddelen, moeten wij daar dus zelf ons eigen hachje eigenlijk voor gaan ophouden door toetsen. En op het moment, stel dat je dus wel iets tegenkomt, en dat kan natuurlijk in de veredeling zijn, maar dat kan ook op het land zijn. Wie gaat dan betalen op het moment dat er dus een contaminatie plaatsvindt? Ook al deze zaken wordt in het huidige voorstel niks over, staat er niks over in. Dus dat betekent dat wij ook als sector, wat we natuurlijk al hebben met contaminatie met bestrijdingsmiddelen, dat we dat ook gewoon nog een keer gaan krijgen met dit hele GMO-verhaal. En kijk, het zit ook, die hele contaminatie zit natuurlijk ook in hele andere zaken. Stel de deregulering gaat door. En er wordt gezaaid met een zaaimachine van een loonwerker. Op een andere akker waar wel zaden, nou ja, met zeg maar GMO-zaden zijn, worden gezaaid. En de zaaimachine is niet goed schoon en die komt daarna op jouw bedrijf.
Ja, dan heb je dus gewoon contaminatie waar je dus gewoon niks aan kan doen. Je hele partij wordt afgekeurd. En wie gaat dat betalen? Ja, dat zijn wel vragen die wij natuurlijk hebben met elkaar. En ook waar we gewoon ons als sector ontzettend zorgen over maken. Van hoe kun je dan bestaansrecht houden als zulke dingen gewoon niet worden of zijn geregeld. Volgende slide. Nou, het andere zorg die we hebben als sector is het hele patentenverhaal. Het is natuurlijk zo dat eigenlijk op klassieke veredeling mogen er geen patenten meer worden toegekend. Al gebeurt dat nog wel. Maar als je kijkt naar wat Michel net ook zei, dat deze techniek CRISPR-Cas is al gepatenteerd. Dus je komt al in een hele andere patentenkwestie. Eigenlijk met nog meer patenten als wat je al had in de hele klassieke veredelingstechnieken. En wat is het hele grote probleem met die patenten? Dat je dus eigenschappen die in de natuur voorkomen gaat claimen. Dat is natuurlijk al iets wat gewoon ontzettend raar is. Maar het grote probleem is dat op het moment dat patent het nieuwe businessmodel wordt, dat je gewoon de rem op innovatie krijgt van nieuwe rassen. Want het mooie hoe het nu eigenlijk in de wereld is geregeld, is door middel van het kwekersrecht. Dat betekent dat een zaadbedrijf maakt een ras. Daar mag een ander zaadbedrijf mag daarmee aan de gang. Die mag daar eigenschappen die hij graag in zijn eigen ras wil hebben, mag hij daar uithalen. Hij mag het ras zelf niet vermeerderen, dus dat mag hij niet kopiëren. Hij mag alleen eigenschappen eruit halen die hij graag in zijn eigen veredelingsprogramma zou willen toepassen. En dit is iets wat de veredelingssector of de zaadsector ontzettend groot heeft gemaakt, maar ook wat ontzettend de innovatie altijd een enorme boost heeft kunnen geven. Omdat eigenlijk de creativiteit van de veredelaars bij zaadbedrijven, ja, dat maakte eigenlijk het succes van goede rassen. En waar je nu naartoe gaat, is dat niet meer de creativiteit van de veredelaars doorslaggevend worden, maar de creativiteit en de diepe zakken van de bedrijven met die vooral veel juristen kunnen aannemen om zoveel mogelijk patenten te gaan aanschaffen. Ja, en op het moment dat je dat dus voor elkaar, als dat dus is wat we de kant op, als dat de kant is die we opgaan, dat betekent dat we dus alleen maar minder veredelingsbedrijven gaan krijgen. Wat natuurlijk gewoon sowieso de rem heeft op nieuwe rassen. Maar ook, wat we natuurlijk met elkaar moeten blijven houden, is gewoon een ontzettend breed aanbod. Zeker in, als je kijkt naar de hele klimaatsverandering, moeten we juist een ontzettend breed aanbod kunnen houden van rassen. En die kunnen we alleen beschikbaar houden als we heel veel verschillende veredelingsbedrijven hebben. Met zoveel mogelijk verschillende genenpools. Volgende slide. Dit is een andere zorg. En dit laat ook wel meteen zien hoe het speelveld er uitziet wereldwijd. Dit is de zaadindustrie van 1996 tot 2022. Alle bruin-rode ballen zijn chemiebedrijven en alle blauwe balletjes en dingetjes, dat zijn zaadbedrijven. Dan zie je meteen wat het verdienmodel is bij deze bedrijven. Dat is vooral chemie, want dat is hun grootste sector of grootste ding. En daaromheen hangen eigenlijk de zaadbedrijven die in de loop van de tijd zijn opgekocht. En wat er gaat gebeuren door deze mogelijke deregulering, is dat er dus nog minder bedrijven, zaadbedrijven overblijven. En dat dus de macht zich nog verder centreert. En dat we dus nog afhankelijker worden van deze paar bedrijven die dus nu al wereldwijd eigenlijk bepalen wat wij eten. En Michel noemde het net, hier staat hij ook onderin, in die rood-bruine bal, Corteva, een van de grootste bedrijven wereldwijd. Mocht je dus een licentie willen hier in Europa, dan moet je die dus afnemen bij Corteva. En zit je uiteindelijk gewoon weer in de broekzak van deze bedrijven. Dus dat is echt iets wat ontzettend belangrijk is om te realiseren.
dat eigenlijk als je, dat je als biologische sector juist hieruit bent gestapt door geen bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken, geen kunstmest, dat je veel onafhankelijker bent geworden en dat je eigenlijk nu door middel van deze deregulering en de zaden weer uit gaat komen uiteindelijk bij deze bedrijven. Dat is echt iets om, om ons heel goed te realiseren waar dit krachten- en machtenspel of veld zich afspeelt. En dat is gewoon bij deze bedrijven als het ook gaat om deze techniek. Volgende slide. Ik heb hier nog een mooie pesticide treadmill om eventjes te laten zien hoe dat dan precies werkt. Nou, jullie hebben net die ene slide van mij gezien met de Bayers en de Corteva's van deze wereld. De Big Agri maakt een veredeld zaad met wat gepatenteerd is voor bepaalde bestrijdingsmiddelen. Nou, de verkoop van het zaad plus die middelen worden door één bedrijf gedaan. Nou ja, wat je daarna krijgt is widespread pesticide use creates herbicide resistant superweeds. Dus wat we in Zuid-Amerika allemaal al hebben gezien, wat daar aan de hand is met de soja. En daarna de big agri market stronger, more harmful pesticides to combat increasingly resistant weeds. Wat ook daar te zien is dat in plaats van minder, hè, wat vooral natuurlijk steeds wordt geroepen, als we hiermee aan de gang gaan, kunnen we met minder middelen werken. Dit laat precies het tegenovergestelde zien. En ook Zuid-Amerika laat zien dat met de andere GMO's, dat eigenlijk wat het plan was, dat echt gewoon het tegenovergestelde de realiteit is. En dat is iets waar we gewoon ons ontzettend goed moeten realiseren. Ik heb ook onder andere bij LNV gevraagd, wat is jullie ambitie als LNV? Is dat om het nieuwe Zuid-Amerika van het noordelijke halfrond te worden? Als je deze deregulering zo gaat laten plaatsvinden. Wat denk je er nou echt mee te gaan bereiken? En uiteindelijk, wie gaat hier beter van worden? Volgende slide. Want als je kijkt naar de valse beloftes die worden gedaan. Nou, de snelheid, nou, daar zijn de meningen enorm over verdeeld. De droogteresistentie, daar is tot nu toe niemand die dat kan laten zien. Omdat de droogteresistentie een ontzettend ingewikkeld verhaal is in een plant. En wij natuurlijk allemaal als geen ander weten dat ja, je kan een paar genen aanpassen, maar dan houdt die plant niet opeens wel water vast. Dat je natuurlijk gewoon op het moment dat je kijkt naar het hele telen, heb je natuurlijk gewoon enorm die bodem nodig. En is het gewoon een veel bredere aanpak dan alleen een paar genen die je hebt aangepast in een plant. Nou ja, het hele herbicide-tolerante verhaal, hè, waarom we het vooral nodig hebben. Want dan kunnen die middelen naar beneden. Want we hebben in de EU is het plan om die middelen af te bouwen. Nou ja, op zich is dat nu niet meer nodig na wat er vorige week is gestemd. Dus dat is natuurlijk ook een hele bijzondere. De oplossing tegen honger die elke keer weer naar boven komt. Waarom we dit absoluut nodig hebben. Nou, er is meer dan genoeg bewijs dat er geen tekort is aan eten. Maar dat het een verdeeld vraagstuk is. En ook dat de biologische sector dit stiekem wel oké vindt. Hè? Dat wordt er ook gewoon ontzettend elke keer weer genoemd. En wat ook natuurlijk een hele interessante kijk is, als je kijkt naar de zaadbedrijven en de keuzes. Als je, misschien kun je nog even twee slides terug, Laurens. Ja, is kijk, deze bedrijven. Die roepen enorm hard dat dit nodig is om resistente rassen te veredelen. Dat is eigenlijk waarom het heel hard nodig is. Maar het verdienmodel van deze bedrijven is altijd die chemie geweest. En opeens, omdat er in de EU wordt gezegd, nou jongens, die middelen moeten worden afgebouwd. Beginnen er gewoon een paar bedrijven ontzettend hard te roepen, ja, maar dan hebben we geen rassen. Dus hebben we een andere techniek nodig om rassen te maken om snel resistenties in te bouwen. Maar dat was destijds een keuze van deze bedrijven.
in het businessmodel, omdat het businessmodel niet was om hele robuuste, resistente rassen te maken, maar iets minder robuust om vooral ook heel veel middelen te kunnen blijven verkopen. Dus eigenlijk is het heel gek dat op het moment dat je, nou ja, als zaadbedrijf andere keuzes hebt gemaakt, dus al op een veel eerder in de tijd keuzes hebt gemaakt om juist op die resistenties te veredelen. Omdat je ziet dat je dat als biologische landbouw nodig hebt. Ja, dat je eigenlijk gewoon nu door een enorme lobby zomaar van de weg wordt geveegd. Omdat deze bedrijven destijds hele andere keuzes hebben gemaakt. En nu ontzettend hard roepen dat ze een nieuwe techniek nodig hebben om resistenties in te kruisen. Ja, volgens mij is dat gewoon een omgekeerde wereld. En dat is echt iets wat je gewoon met elkaar ook heel goed moet onthouden. Van welke keuzes heb je destijds gemaakt? En wat heb je opeens, omdat het speelveld zich verandert, dus onder andere die middelen, wil je opeens een techniek om iets anders voor elkaar te krijgen. Dus dat is iets wat ik echt jullie ontzettend mee wil geven. Dat wil je nog weer terug naar de beloftes? Dat eigenlijk waar we het allemaal voor nodig hebben, ja, dat daar echt gewoon ontzettend veel kritiek op te geven is. En dat zag je net ook in de slide van Michel, dat vond ik nog een hele mooie. Droogteresistentie, herbicide-resistentie, dat we daarom vooral nodig hebben. En dat je dat allemaal zo goed kan met CRISPR. Hij liet het in de tomaten zien dat eigenlijk in dat rondje met waar vooral het nu op in wordt gezet, is op smaak, op houdbaarheid. En eigenlijk helemaal niet op die droogte en ook niet op die herbicidetolerantie. Daar wordt maar heel klein, in ieder geval in tomaten zijn ze daarmee bezig. Dus ja, dat is natuurlijk ook gewoon heel erg de vraag van wat je roept en wat je uiteindelijk in werkelijkheid doet. Melle, jij gaat hem nu overnemen. Zijn er nog vragen voor mijn stuk over het eerste gedeelte? Het is mooi, in deze volgorde hebben we eerst het technische gedeelte gehoord van Michel. Nu gaan we echt over de zorg en de gevaren praten. Dat heb je heel mooi ingeleid, Annemarie. Prachtig. Zijn dus gerichte vragen aan Annemarie over haar stukje? Tijdens het verhaal zijn er twee vragen binnengekomen. Eén, in het huidige voorstel staat dat ook NGT kat 1 planten wel gelabeld moeten worden op zaaizaad. Juist om het voor boeren helder te houden of het om GGO gaat. Lost dat dan de problemen op? Nee, dat lost niet de problemen op. Want eigenlijk het probleem van dit hele verhaal zit niet bij de boer. Die zit bij de consument. Want die consument die wil dat niet. Maar daar gaat Merle zo wat over vertellen. Dus daar is heel bewust wordt daarvoor gekozen om te zeggen. Er is transparantie, maar tot op het land. Terwijl eigenlijk die transparantie vooral in de ketens bij die consument zit. Die daarom vraagt. Dus dat is dat nee, dus het wordt totaal hier niet mee opgelost. En een vraag, Nederlandse zaadbedrijven zeggen dat als ze gangbaar CRISPR of CS rassen gaan maken, de biologische zaadlijn besmet kan raken en dat daardoor onvermijdelijk is dat bio ook, dat, volgens mij heb je dat net in je verhaal verteld. Ja. En als je toch niet kunt zien of een ras veredeld is met behulp van CRISPR-Cas, zijn die patenten dan wel te handhaven? Die zijn zeker te handhaven. En kijk, dat is natuurlijk ook de vraag. Er wordt nu heel hard geroepen van het is niet te traceren. Nou, dat is nu ook zo. De vraag is natuurlijk op wat er over 10 jaar is. Als er wel overal merkers of andere technieken worden toegevoegd waardoor je ze wel ziet, ja, dan heb je ze wel overal in zitten. Dus, dus eigenlijk wat het probleem is dat het dus nu niet te zien is.
En dat je dus eigenlijk als veredelingsbedrijf dus bijna nu dus geen stappen meer durft te maken. Omdat je dus eigenlijk niet, je kan in het verleden kon je een ras pakken van een ander bedrijf. En kon je daar eigenlijk in alle vrijheid kon je daarmee aan de gang. En nu moet je dus enorm bezorgd zijn en moet je dus op allerlei hele ingewikkelde dingen gaan kijken en hopen dat er dus niet iets in zit. Waar je dus later opeens toch weer een claim mee om je oren kan hebben. En je dus alsnog opeens, of dat je ras, als dus blijkt dat je een patentschending hebt gedaan, dat je of moet betalen of dat je gewoon je hele ras niet meer mag verkopen. Is dat dan ook gelijk een antwoord op de vraag, is het ook niet een knijtergoed verdienmodel voor ons? Met een verplichte labeling van zaaizaad kunnen wij in uitkruisende producten zelf labelen dat we zonder genteken niet produceren? Wil je hem nog een keer herhalen? Of het niet een goed verdienmodel voor ons is, ik weet niet wie dan ons is in deze, maar met een verplichte labeling van zaaizaad kunnen wij... niet uitkruisende producten zelf labelen dat we zonder gentechniek produceren. Ik weet niet of die helder is zo. Is natuurlijk op het hele labelen. Stel dat het zo is dat je dus dat je echt kan waarborgen dat je GMO-vrij bent als bio. Kijk, dan heb je natuurlijk in dit hele verhaal een mogelijke kans. Alleen ja, voordat we daar zijn, zijn er gewoon heel veel zorgen. En is er ook nog heel veel niet duidelijk. Want ja, het is. En dat heb ik eigenlijk ook nog helemaal niet genoemd in die gevaren. Is wat gewoon een heel groot probleem hiermee is. Is dat het gewoon onomkeerbaar is. En dat op het moment dat we hier al dat we dit dus gaan toelaten. Dat we gewoon niet meer terug kunnen. En als wij er dus over 10 jaar, over 20 jaar achterkomen dat dit geen goed idee was. Dan kunnen we niet meer terug. En met middelengebruik. Kom je er misschien ook achter, even als voorbeeld van oké, dit is niet handig. Nou, dan gaan we er nu mee stoppen. En dan stop je. Alleen ja, dit is op het moment dat dit is vrijgelaten, dan kun je niet opeens overal allerlei uit de hele wereld allerlei planten uit allerlei plekken gaan trekken. Plus alle bijen die toch al stuifmeel hebben meegenomen. Dus voordat je hiermee aan de gang gaat zonder goede risicobeoordeling of zeker ook voor je bio. Of niet dat wij ermee aan de gang willen, begrijp me niet verkeerd. Maar meer van, het heeft zoveel consequenties voor ons als sector als dit wordt gedereguleerd hoe het er nu voor staat. Dus echt een hele grote zorg. Helder, denk ik. Dat waren de vragen voor nu, denk ik. Oké, mooi. We begrepen dat Merle vanuit juist de consumentgerichtheid hier nog een mooie aanvulling wil geven. Merle, ga je gang. Ja, dan begin ik. Goedenavond allemaal. Begin ik eigenlijk met toch even terug naar de vraag van waarom willen wij als biosector GMO-vrij blijven? Om te beginnen heeft Annemarie natuurlijk al aangegeven dat de consument dit van ons verwacht. En dat het zit ook in de wetgeving verankerd. Dus in principe zou je ons erop kunnen aanspreken. Dat een unique selling point van ons is. Van dat we dat niet willen. Dus dat is een goede reden om het ook niet te willen in de toekomst. Maar veel belangrijker is vervolgens dat het niet past bij de kernwaarden van bio. Daar kom ik zo nog eventjes op terug. We zeggen eigenlijk als biologische sector willen we werken met het leven. Het gaat om het leven en we willen dus veredeling laten plaatsvinden in levende planten of cellen. En niet op een ander niveau. En ook belangrijk, we zijn natuurlijk een systeemlandbouw. Het gaat om het geheel. Je bent niet bezig met op detail te sturen, maar je probeert een gezond systeem te creëren. En biologische productie gaat dus meer dan over meer dan alleen maar een paar genen. En een van de claims die Annemarie natuurlijk ook noemde, was dat vraagstuk van honger. Dat is een veel opgeworpen argument van we willen toch geen honger in de wereld, dat moet je toch niet willen. Maar er is nu ook al honger in de wereld. En juist
het hele voedselvraagstuk los je op vanuit het systeem. Je wil een gezond systeem creëren, maar ook een gezond economisch systeem. En dat zou moeten maken dat het goed is voor de planten, voor de dieren en voor de mensen. Dus ik denk dat dat even het beginnetje is. Mag de volgende sheet? Nou, dan is natuurlijk even de vraag wat de buitenlandse retail hier nou van vindt. Wij hebben natuurlijk als Odin winkels en ik zit hier nu ook namens de Biowinkelvereniging. Dat zijn speciaalzaken. Nou, we hebben de Nederlandse supermarkten niet allemaal benaderd, maar die reageren hier eigenlijk ook nog niet echt op. Wat je ziet in het buitenland is dat daar veel meer reuring al is. Al in 2019 is vanuit een aantal Oostenrijkse en Zuid-Duitse supermarkten al een statement afgegeven dat ze dit niet willen. Dat zou onder andere de Lidl bij en de Aldi en de Spar. En de laatste tijd zie je dat met name ook Aldi, maar ook Rewe, Theegoed, Spar toch ook weer zich weer roeren en aangeven van ja, het is allemaal leuk, maar onze consumenten willen dit niet. Dus dat moet op zijn minst herkenbaar zijn in de winkel. Dus die gaan heel erg op dat labelingverhaal. De Duitse ketens gaan nog veel verder, die willen het gewoon niet. Maar de grotere supermarkten zeggen, als het dan komt, dan willen we in ieder geval zorgen dat onze consumenten het in de winkel kunnen herkennen. Ik denk dat dat voor ons ook een belangrijk punt is. Mag de volgende? Nou, dit is nog eventjes, deze hoort eigenlijk bij de vorige sheet. Even terug naar op welke niveaus veredel je. Nou, we hebben natuurlijk net van Michel een super uitgebreid verhaal gehad. Dit is even de Jip en Janneke versie, zou je kunnen zeggen. Je hebt veredelingen op verschillende niveaus. En voor de biosector zeggen we gaan tot het celniveau. Dat is eigenlijk de laatste eenheid van zelforganiserend leven, kan je zeggen. En daaronder of daarbinnen heb je het niet meer over een levend iets. Dat kan wel weer tot leven komen. Of het kan bijdragen weer aan nieuw leven. Maar dat is niet het leven zelf. Dus we zeggen ook in de biologische sector, we gaan tot dat niveau. Ik denk dat dat ook belangrijk is om dat even scherp te hebben. Mag de volgende? Nou ja, wij hebben natuurlijk vanuit de consumenten sterk de behoefte om die keuze te kunnen maken. Dat was ook de reden om vanuit de biowinkelvereniging aan de bel te trekken en te zeggen, hey, wakker worden. Want straks weet je eigenlijk niet meer wat je eet. En als je dan kijkt naar iemand als Vandana Shiva, ik weet niet of jullie haar kennen. Zij is natuurlijk activist al heel lang vanuit India. Dat begonnen met houtkap, maar later ook met tegen Monsanto. Boeren die helemaal in de knel kwamen doordat ze zaadgoed kochten waar ze ja, helemaal in de knel kwamen. En zij heeft wel een mooie spreuk die ik zelf, of de uitspraak waarvan ik denk van nou, dat is ook eentje om in je oren te knopen. Food is a weapon. And when you sell real weapons, you control armies. And when you control food, you control society. En dan komt eigenlijk waar het nu vandaag over gaat. When you control seed, you control life on earth. En als je dan teruggaat naar de sheet die Annemarie ook liet zien over die concentratie van die zaadveredelingsbedrijven rondom die grote chemieconcerns, die overigens zich ook bezighouden met medicijnen en tegenwoordig zich ook op datagebied beginnen te begeven, dan kan je wel stellen dat je even los van wat je vindt van veredelingstechnieken, dat je je op zijn minst daar zorgen over mag maken. En zij geeft dat gewoon heel scherp aan. Zij reist ook de hele wereld over om mensen echt daarvoor wakker te maken. Van let op dat je je soevereiniteit, zeg maar, je zelfbeschikking niet laat ontnemen. Mag de volgende? Lauwens? Ah, hulp. Nou ja, dan denk ik even een sprongetje. Wat gebeurt er nu?
Nou, er is al heel veel gebeurd. Het voorstel is natuurlijk gekomen. Daar worden amendementen nu op ingebracht. Het interessante is dat het voorstel zoals dat in juli is gepresenteerd, daar is inmiddels al een aanpassing op gedaan. En die maakt eigenlijk dat het voorstel in ieder geval vanuit ons perspectief er alleen maar slechter op is geworden. Degene die dat trekt, dat is een Zweedse iemand. En die, ja, die zorgt er eigenlijk voor dat het nog ernstiger wordt. Hè. Dus dat heeft ook te maken met die categorieën en ook de labeling. En dus ik denk dat we ons zeg maar niet al te veel illusies moeten maken over hoe we ervoor staan. In januari, zoals het er nu uitziet, gaat het parlement hier een besluit over nemen. En daar maken ze ook een beetje haast bij, omdat ze proberen dat nog onder het Spaanse voorzitterschap er doorheen te fietsen, voordat er straks ook verkiezingen komen en er misschien een heel ander parlement zit. En dus daar wordt echt druk achter gezet om dat er nog even doorheen te fietsen. Ja, daar moeten we dus op letten. Ondertussen gaat de GMO-lobby door. Ik denk als je een beetje voor de liefhebber op LinkedIn het in de gaten houdt, zijn een aantal partijen die heel druk bezig zijn om ervoor te zorgen dat wij vooral tegengeluid krijgen tegen de bezwaren die we maken. En dat de partijen die er nog over twijfelen, vooral gesust worden van nou, hè, er komt allemaal goed, niks aan de hand, maak je geen zorgen. En daar is ook een heel mooi beeld van, en die zit nu niet in deze presentatie. Maar als je bijvoorbeeld kijkt dat Bayer is het per jaar allemaal 6 miljoen euro uitgeeft aan lobby in Brussel, dan weet je ongeveer wel hoe die verhoudingen ook liggen. Nou, dat budget hebben wij in ieder geval niet voor onze tegenlobby. Ja, mag ik nog aanvullen? Dus, als je kijkt naar de nummer top 6, de meeste bedrijven die het meest spenderen aan lobby in Brussel, dan is Bayer nummer 3 met 6 miljoen. Ja, dus dat zijn echt wel enorme krachten waar we mee te maken hebben. En het interessante is natuurlijk dat vanuit het hele Green Deal verhaal natuurlijk het streven is neergelegd om in 2030 naar 25% bioareaal te gaan. Inmiddels is natuurlijk die reductie van pesticiden al van tafel geveegd. Glyfosaat is voor 10 jaar verlengd. En ik denk dat je in die lijn het ook wel kunt doortrekken dat dit verhaal van die deregulering ook gewoon doorgezet gaat worden. Dus dat is een lekker somber verhaal. En dan ga ik nu door, denk ik, naar maar wat kunnen we dan doen? Nou, we zeggen eigenlijk het is 2 voor 12. En dan kan je denken, nou, hè, het spel is uitgespeeld. Maar ik zeg ook maar zo, je hebt pas verloren als het eindsignaal is gefloten. En nou, we zijn geen Duitsers, maar hè, je kan in de laatste minuut toch nog scoren, hebben we in het verleden wel geleerd. En ik denk dat we gewoon echt tot het gaatje moeten gaan wat dat betreft. We hebben al veel gedaan. Ik heb nog even, hier staan een paar dingetjes. Maar ik heb even opgeschreven wat er nog meer gebeurt. Nou, je ziet dat er in Brussel vanuit IFOAM, maar ook Demeter Internationaal, echt veel inzet is om een tocht in ieder geval voor te zorgen dat voor de biologische sector een aantal zaken geborgd worden. Ik denk dat dat goed is, hè, dat daar gewoon ook een heel duidelijk geluid klinkt. Maar je ziet vanuit Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk ook heel veel geluiden komen. Dat is ook goed. In Nederland was het heel lang stil. Wij zijn voor de zomer met de petitie gestart om mensen ook wakker te maken. Dat was ook het thema van die actie. Van, hè, word nou wakker, let op. Daar hebben we in korte tijd 45.000 handtekeningen mee verzameld. Die hebben we aan de Tweede Kamercommissie voor Landbouw overhandigd. Begin oktober. Nou, dat heeft denk ik goede aandacht gegeven. Vervolgens is er door de Partij voor de Dieren ook een motie ingebracht
om die keuzevrijheid voor de consument te borgen en ook de biologische sector te beschermen. Echt super cool dat ze dat gedaan hebben. En wat eigenlijk nog veel cooler is, is dat die motie ook met een brede Kamermeerderheid is aangenomen. Nou, dan kan je denken in het licht van de huidige verkiezingen, oh ja, nou, wat heb je eraan? Het interessante is dat als je de partijen nu optelt die voor die motie hebben gestemd, dan zouden we nog steeds goed uitkomen. Dus ik denk dat in die zin vanuit de Kamer bekeken, die steun er in principe nog steeds zou kunnen zijn. Ware het niet dat de minister Adema natuurlijk ook rondom glyfosaat al heeft laten zien dat hij niet per se heel erg gevoelig is voor Kamermoties. Maar goed, het heeft in ieder geval positieve aandacht gecreëerd. En ik denk dat in die zin kan je ook zeggen actie voeren werkt. En dat heeft ons ook gesterkt om weer een vervolg te geven aan de acties. Dus wie het nieuws een beetje gevolgd heeft, gisteren stond er een heel ploegje in Brussel. Er worden brieven gestuurd naar Europarlementariërs. Komende dinsdag zitten we weer bij het ministerie van Landbouw. Er wordt ondertussen ook gekeken of het juridisch eigenlijk allemaal wel klopt. Dus daar hebben we ook overleg over. Dus je ziet dat er op allerlei fronten veel gebeurt. En waarom maken we ons nou zo druk? Nou, ik denk dat Annemarie dat goed verteld heeft, maar ik denk dat het ook goed is om nog even te benadrukken dat er allerlei onderzoeken zijn. In Nederland is dat onder andere door het Rathenau-instituut gedaan, maar in Duitsland is ook een onderzoek geweest. En dat geeft ook aan dat 90% van de Duitse burgers dit dus niet wil. Nou, dat is gewoon een heel hoog percentage. En in Nederland is er ook uit dat Rathenau-instituut onderzoek naar voren gekomen dat ook heel veel Nederlanders dit eigenlijk niet willen. Ook omdat ze er bang voor zijn. En ook omdat ze zeggen, ja, het is niet nodig. En als het niet nodig is, waarom zou je dit dan doen met het risico dat je je iets op de hals haalt waar je dus niet meer, waar je geen grip meer op hebt. Dus ik denk dat dat ook goed is om even in je oor te knopen. Wacht de volgende. Nou ja, dan hebben we dus geen 6 miljoen budget om te gaan lobbyen of om hele grote campagnes te doen. Dus we moeten slim zijn. Nou ja, we hebben een campagnewebsite, Mijn Eten, Mijn Keuze. Daar kun je nog veel meer vinden. Daar vind je bijvoorbeeld ook links naar interessante programma's of artikelen. Dus daar kun je nog even verder inlezen. Het heeft zin ook, daar staat ook een voorbeeldbrief die je nog naar Europarlementariërs kunt sturen. Ja, doe dat ook gewoon. Geef er je eigen cheu aan. Maak de brief niet te lang, want realiseer je dat die mensen dat dan ook allemaal moeten lezen. Ja, dus kort en krachtig. Maar al die adressen staan ook op de website. Dus ja, doe er gewoon je voordeel mee. Wat ook helpt is gewoon je lokale overheden hier op dit onderwerp aan te spreken. Ik zeg altijd maar zo, je bent maar een paar handdrukken van iemand verwijderd. Hè, soms helpt het ook om gewoon via je eigen netwerk het onderwerp aan te kaarten. En je weet nooit hoe dan het verhaal ergens anders weer op zijn plek terechtkomt. Nou, je kunt ons helpen door ook te doneren. En nou ja, we hebben eigenlijk na gisteren gezegd, we gaan vooral nog een keer naar Brussel. Eigenlijk rondom de tijd dat er ook echt een besluit genomen gaat worden. De datum die staat nu op 11 januari geprikt. En nou, ik kan me zo voorstellen dat het dan leuk is om daar ook lekker met veel mensen naartoe te gaan. Al was het maar voor ons eigen gevoel dat we er echt tot het gaatje alles aan gedaan hebben. Nou ja, mocht het nou zo zijn dat het dan straks toch niet in ons voordeel uitvalt, denk dat het dan goed is om een plan te trekken op hoe we daar dan mee om zullen gaan. Het is echt niet zo dat dan als dat besluit, ik noem maar wat, op 12 januari valt, dat dan op 13 januari de wereld meteen heel anders uitziet. Maar het is denk ik wel goed om ons te realiseren dat we dan als sector echt iets te doen hebben. En het interessant is eigenlijk ook als het besluit wel in ons voordeel uitvalt.
moeten we ons misschien realiseren dat die lobby echt wel doorgaat van de voorstanders. Dus dan hebben we ook wat te doen. En ik denk wat we te doen hebben is goed nadenken over hoe we naar de toekomst toe onze biologische veredeling inrichten. Met of zonder steun van de overheid. En dan ga ik er in dit geval maar even uit vanuit dat dat zonder steun van de overheid is. En dat we daar dus naar moeten gaan kijken hoe we dat zodanig gaan financieren. Dat we gewoon minder afhankelijk worden van die partijen die toch proberen dat helemaal in de greep te krijgen. Nou, dat is mijn bijdrage. Ja, dan Teddy Tomaat. Dat is het tomaatje wat jullie alsmaar voorbij zien komen. Dat is dus van dit illustere gezelschap wat zich al een tijdje druk maakt over dit onderwerp. Prachtig, dankjewel Merle. Ik ben onder de indruk van jullie gedrevenheid. Het is dat we binnen anderhalf uur willen afronden, maar we kunnen jullie wel uren aan het woord laten, merken we. Heel erg goed dat jullie zo bezig zijn. En heel erg goed dat jullie ons proberen te motiveren hierin. En dat is ook juist ook het doel van vandaag. Duidelijkheid geven en motiveren om het allemaal tegen te gaan houden. Zijn er nog vragen voor Merle? Ilse? Nee, ik krijg één vraag nu of het webinar breder gedeeld mag worden. Dus ik denk dat het zeker interessant is geweest. Daar gaan we nog naar kijken, denk ik. Het wordt opgenomen, maar niet gelijk terug te kijken. Verder geen nieuwe vragen. De vragen zijn eigenlijk tijdens het verhaal al beantwoord, volgens mij. Wellicht dat er zo toch nog, net als bij Michel, 4 vragen binnenkomen. Maar op dit moment heb ik geen vragen. Oké, dankjewel. Ja, ik dacht misschien nog één aanvulling. Hè, van, wij zijn natuurlijk in Den Haag geweest. En wat je ziet eigenlijk, niemand wil patenten. En dat voor ons in dit hele verhaal ook een kans. Dus labeling is op zich te organiseren. Daar wordt niemand vrolijk van. Wij zijn zelf ook met etiketten bezig. En weer een dingetje op je etiket zit je op zich niet op te wachten. Maar is op zich te organiseren. Maar patenten wil echt helemaal niemand. Dus dat is ook een kiertje in deze deur, denk ik, die we goed moeten benutten. Ze proberen dat uit elkaar te houden in het verhaal. Maar dat is eigenlijk onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En daar kunnen we, denk ik, echt wel ons verhaal nog verder in sterken. Dus dat wil ik nog even benadrukken.